Hoi, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag een soort van eerste indruk voor jullie. Ik twijfel een beetje aangezien ik nog weg moet. En ik heb hier wat dingen van Essence liggen. En ik heb vandaag, ik weet niet of de video al online is gekomen van de week, ook nog deze twee lipproducten gekocht. Daar heb ik eigenlijk nog geen swatch van, maar ik denk dat deze wel op mijn lippen vandaag wil doen. En ik twijfel een beetje of ik gezichtsmake-up op wil doen, want ik heb nog deze foundation, de Fresh & Fit Awake Makeup Healthy Glow. Maar het regent buiten en ik moet daar met de fiets en zo. Dus ik denk dat ik dat niet ga doen. Ik denk dat ik... Oh, trouwens over regen gesproken. Er was zo'n mascara die niet normaal waterproof was. Ik twijfel of die van Maybelline of L'Oreal of zo was. Lijkt me ook wel een keer leuk om die uit te testen voor jullie. Maar ik denk dat ik vandaag nog ga focussen op deze twee oogschaduwpaletjes uit de nieuwe collectie van Essence. Deze zitten in het vaste assortiment. Maar deze liggen zeg maar ook op de, voor de kleinere schappen, de limited edition bar zou ik maar zeggen. De Goudet Sydney en de Salut Paris. En dit is 01, dit is 02. Ze hebben ook nog van New York en van Rio geloof ik, weet ik niet zeker. Maar ik denk dat ik deze twee dingetjes nu ga testen. Ik ga ze combineren. Ik heb hier swatches van gemaakt. De Sydney bevat wat soort van western kleuren. Heel veel nude tinten die ik echt ontzettend mooi vind. Groen en blauw tinten zal ik waarschijnlijk op minder gaan gebruiken. Ik heb toevallig wel een groen shirt aan vandaag. Dus die weet ga ik nog een keer eens groentje op mogen kleuren. En de Salut Paris is voor mij een heel veilig palet. Deze bevat namelijk allemaal nude en roze tinten. En deze zijn ook wel wat groenziger. Dus wat ik leuk vond aan deze palet is dat ze zowel allebei bevatten ze zowel shimmer als matte kleuren. En er zit een spiegel in. En ze hebben ook echt van die hele lichte kleuren. Dus ik ga eens even mijn oogschaduwbasis pakken. Want omdat ik het nog allemaal niet wist, dacht ik, ga gewoon beginnen. Ignore trouwens het achtergrondgeluid. Excusez-moi. Ik breng denk ik dadelijk wel wat poeder aan. Dus die leg ik wel even apart. Maar dat kan gewoon oogschaduwkastjes. Die heb je natuurlijk laatst uitgewassen. Oogschaduwbasis. En mascara heb ik dadelijk nodig. Ik had laatst natuurlijk allemaal kwasten besteld. Dus misschien dat hier nog leuke oogschaduwkwasten bij zitten. Ik was eerst op zoek naar een grote oogschaduwkwast. Gevonden. Nou, kan ik daar dadelijk in ieder geval mee beginnen. Maar eerst ga ik de oogschaduwbasis aanbrengen. Deze is ook van Essence. Ik vind deze gewoon prima. Ik heb een beetje last van mijn oog. Van de ogen als ik hier op druk. Nou ja, oké. Ik denk dat ik voor het Sydney palet ga voor een lichte kleur. En ik denk dat ik voor deze kleur ga om een basis te zetten. Deze heeft een beetje een shimmer. Even kijken naar die allerlichtste kleur, vind ik te licht. Die vind ik te donker. Even kijken naar de lichtste kleur van... Die gaat wel. Toch even op zoek naar een ander kleurtje. Nee, ik denk dat ik voor de kleur Salut Paris en dan de tweede kleur ga. Een beetje een groenige kleur. Wel weer apart. Vind ik wel weer leuk. Wel poederig. Maar hey, daar geef ik op zich ook niet zo heel veel om. Kijk, als het poederig is en het is niet dat je meteen aan de pen zit, kan ik ermee leven. En misschien druk ik ook wel te hard. Misschien ligt het aan de kwast. Wat ik nog steeds jammer vind van Essence is dat er dus geen... namen bijstaan. Het palet ziet er super mooi uit, maar het is niet zo handig voor mijn video's. Het lijkt alsof ik een blauw oog heb. Deze is oké. Gewoon, ja, prima, niet zoveel van verwacht. Dan denk ik dat ik toch eventjes in deze van het Goudet Sydney palet ga. Die shimmerkleur. Om daarmee mijn bewegend ooglid, zeg maar, soort van te zetten. Omdat ik die toch wel heel erg mooi vind. En ik benieuwd ben naar hoeveel je van de shimmer dan ziet. Oh, nog best wel wat. Wel mooi voor op het bewegend ooglid. Jullie zien mij waarschijnlijk helemaal niet. Ik ga eens kijken of ik het palet ook zo kan vasthouden. Of dat... Oh, dat werkt prima. Prima zo. Maar het is een mooi kleurtje. Net wat specialer dan een gewone leverkleur. Dan ga ik voor, ook uit het Goudet Sydney palet, die derde kleur. Deze die een beetje... Oh, hallo camera. Deze. En die breng ik aan in de arcadeboog, I think so. Ga ik die dadelijk als blendkleur aanbrengen. Laat me nog even nadenken. Het wordt in één keer kei donker. Nee, ik ga het anders doen. Ik pak een pencilbrush, deze. Dat zien jullie niet. Deze.
En daarmee ga ik in deze kleur. Deze oudroze kleur uit het Salou Paris palet. Oeh. Ja, ze zijn wel wat poederig, maar van Essence kan ik het hebben of zo. Ook al is Essence niet meer zo goedkoop. Ik moet even dadelijk kijken, wat zal hier ergens in beeld staan. Hoe duur deze oogschaduwpaletten zijn. Ik vind ze wel mooi. Het is een mooie kleur ook. Lekker rustig dit palet. Ja. En dan ga ik voor de kleur. Ga ik het rustig houden? Ja. Met hetzelfde kwastje ga ik dan in deze kleur. De laatste kleur van de bovenste rij. Die donkerbruine kleur. En die zet ik dan aan in de Outer V. En dan blend ik hem meteen door. Want ik kan hem hier natuurlijk niet zo goed mee aanzetten. Maar je snapt dat ik met daarmee... Praten gaat ook niet meer zo goed. Je snapt wat ik ermee bedoel. Ik vind die spiegeltjes echt super chill. En ik vind de look tot nu toe ook heel erg mooi. Dan ga ik voor een platter kwastje. Dit is geen plat kwastje. Uno momento. En in één keer wordt het echt super donker hier. Ik hoop dat jullie er niet al te veel last van hebben. Oké, ik heb hier twee platte kwastjes. Een grote en een kleine. En ik neem als eerste het kleine platte kwastje. En daarmee ga ik in deze hele lichte shimmerkleur van het Salou Paris palet. Ja, jullie merken al meteen dat ik voor de safe zone ga. Super stom, want dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. En dan pak ik hetzelfde kwastje. En daarmee ga ik in deze... Die is niet shimmer. Deze laatste kleur, die hele donkere. En daarmee ga ik in de buitenste ooghoek. Zit ik me alsnog te focussen op dit palet. Oké. Dat is die kleur. En dan pak ik het grote kwastje. Grote platte kwastje. En daarmee ga ik in deze kleur. En die breng ik dan over het midden van mijn bewegend ooglid aan. En dan pak ik een hele grote blending kwast. En daarmee ga ik eindelijk dan in deze mokka kleur van het Gude Sydney palet. Ik moet echt iedere keer aan een soort van... Ik snap niet zo goed waarom deze Sydney heet, maar oké. En daarmee blend ik eigenlijk die kleuren samen. Zo ga ik eigenlijk nog een keer over die arcadeboog. Wauw. Deze twee zijn in combinatie echt super mooi. En ik zie in één keer hier zo'n shimmervlek. Ik vind mijn ooghoek eigenlijk best wel mooi geworden zo. Ik zit te twijfelen over of ik een groene kleur moet aanbrengen. En ik denk dat ik het maar gewoon moet gaan doen. Dus ik pak er even een wenkbrauwkwastje of eyelinerkwastje of iets bij. Een schuin afgesneden browline kwastje. En daarmee ga ik in deze groene kleur van het Gude Sydney, ik vergeet het iedere keer, palet. Die mosgroene kleur met shimmer, super mooi. Een soort van gouden shimmers er doorheen. En daar breng ik een soort van lijntje mee aan. Ja, ik denk dat je het op camera niet zo goed kunnen zien, maar ik vind het op zich best mooi. Ik zou van deze kleur best wel een eyeliner willen of een oogpotlood. Ik vind dit echt een hele toffe kleur. Maar ik krijg hem echt als eyeliner niet echt super goed voor elkaar. Ik ga even wat mascara aanbrengen. Voilà. Ik vind eigenlijk ik ben best wel tevreden over deze look. Even mijn hand schoonmaken. Het enige wat ik nu nog mis is een lipstick. En ik denk dat ik voor deze bruinere kleur ga. De donkerdere. Dit is de kleur Daily Maybe van Essence. En dit is dus zo'n lipproduct dat je moet draaien. Ik heb hier dus geen foto's van. Ik vind hem wel heel donker. Hij is wel echt veel donker. Nee, dat ga ik niet doen. Past hier niet bij. En misschien moet ik toch voor een hele andere lipstick gaan. Want ik denk dat deze namelijk de oranje is. Ja, deze is beter. Deze is een stukje neutraler. Dit is de kleur 01 Sandy Sunrise. En dat past natuurlijk wel een beetje bij het Gude Sydney palet. Wat ook een beetje sunrising eruit ziet. Mijn mening over deze paletten is op zich best positief. Volgens mij zijn ze voor mijn gevoel relatief duur voor Essence. Maar als ik al kijk naar hoe ver ik al kom met deze neutrale kleuren. En dat ik zelfs al hiermee durf te experimenteren. Ik denk zelfs dat ik die groene best op mijn ogen durf aan te brengen. Dat is echt super mooi. Ja, blauw is bij mij net iets een ander verhaal. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat ik hier wel wat meer mee ga experimenteren. En ik heb op mijn lijstje voor Duitsland heb ik ook al de andere twee paletten staan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind deze look in ieder geval super geslaagd. Ik ben heel erg tevreden over deze palettes. En ja. Let me know wat jij van deze palettes vindt.
Ik vind de uitstraling super leuk. Ik vind de kwaliteit best oké. Okay. Kijk, het is geen Urban Decay. Het is geen Too Faced. Het is gewoon Essence. En op zich zijn ze gewoon wel... Ik word je echt heel enthousiast van. Dus... En als ik zo kijk, dan... Het enige waar ik over struikel is dat deze zo'n mooie neutrale kleuren bevat. En als ik dan de voorkant van de palet zie... Kijk, dit straalt heel duidelijk uit dat dit roze tinten bevat. En dan kijk ik en dan zie ik roze en paars tinten. Maar als ik hier naar kijk, dan denk ik... Oeh, het is geel, oranje, roodachtig. En dan maak ik hem open. En dan zie ik supermooie nude tinten en aardetinten. En blauw en groen. En dan heb ik zoiets van oké. Maar al met al vind ik deze palet echt top. Ik ben er echt blij mee. Ik ga hiermee mee experimenteren. En wie weet zien jullie nog wel een keer in een andere video verschijnen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze video. Tot de volgende keer en tot ziens. Doei!